thank you very much, David. You're the best. Mama Gamepit staan, ook wel bekend als Nathalie, als Raichu. Daar hebben we Gregory van Gamepit, ook wel bekend als Master Luigi. Als je maar niet met zijn stofzuiger gaat lopen klieren. Achter de schermen hebben we natuurlijk ook nog... Sorry, batterij was leeg. Achter de schermen hebben we natuurlijk ook nog Bram en Gerzer. En we hebben er nog eentje, die staat er ook ondertussen. Die is iets later bijgekomen. Richard. En dat is onze Richard, natuurlijk niet te vergeten. En uw audiocommentaar wordt natuurlijk gegeven door niemand minder dan jullie mascotte entertainer van Gamepit. Zelfde vleet vind ik ook wel bekend als Steven Alves, alweer weer bekend als Mario. Maar terug naar de race, want we zitten in de laatste ronde. Mario die staat op de eerste plaats. Gevolgd door Rosientje met de tweede plaats. En dan hebben we Toad op de derde plaats en Rosalina op de vierde plaats. Alsof dat er geen CPU meer bestaat. Rijtje die doet natuurlijk weer waar ze goed in is en niks anders dan bliksemen in deze stage. Daar is zij goed in. Ondertussen is Wario nog steeds op de eerste plaats. Gevolgd door Rosientje. Tweede plaats is nou voor Rosientje. Derde plaats gaat naar Toad en de vierde plaats gaat voor Rosalina. We zijn bijna bij de finishlijn. Wario finisht als eerste. Gevolgd door Rosientje. Toad die probeert nog heel eventjes snel een shortcut te pakken en die pakt hij in. Binnen staan wij als derde. En Rosalina eindigt als vierde. Hele spannende wedstrijd. Eerste ronde is gespeeld. Maar vergeet niet mensen, dit is niet het einde. Ze hebben nog drie races te doen. Wie is de beste? We gaan naar de tweede stage. Boos Draaiboon. Deze stage staat bekend om zijn standvallen, zijn vertragingen en zijn scherpe bochten en listige plekken. Wie wordt die eerste? Wie wordt die tweede? Wie wordt die derde? Wie wordt die vierde? Misschien wel zelfs lager. We zullen het zien.
het zien. I'm Mario, number one. Nobody is going to beat me. I'm Toot, and I'm going to win this cup. Also, I'm Ford, but I'm going to win this. Mama, Costina is going to beat the victorious. No, the adult Costina is going to kick their ass. Grote woestijn. Mario ziet er geen problemen mee te hebben en zet natuurlijk zijn gewicht in de strijd. Want we hebben gezien hoe listig dat Mario kan zijn. Ondertussen, Mario neemt scherpe bochten. Toad zit vast in het zand en verliest daar best wel veel plaatsen door. Maar die kan zich natuurlijk heel erg goed recoveren. Oh nee, wordt weer geraakt en staat op de zesde plaats. Roselientje die laat het niet op zich zitten en die gaat naar de eerste plaats, omdat het de tweede plaats is. Roselina zet alle kracht in om haar Magic 8 item te gebruiken om toch hoger te komen dan de vierde plaats. Die heeft nogal wat van bordproblemen en staat op de achtste plaats. Maar Rio die staat nog steeds op de eerste plaats, blijft dit zo. Rosientje die zet het alles op alles om ook maar die eerste plaats te krijgen. Maar die heeft nou haar volwassen versie voor zijn neus hangen. Wie wordt de beste, de baby of de volwassene? We zullen het zien. Mario slijt als een pro door de bocht heen. Die herkent elk geheimje, elke secret. Weet precies waar dat ze staan moet, waar dat hij moet driften en waar dat hij zijn items voor moet gebruiken. Roselina en Roselientje die zijn hard bezig met de tweede en derde plaats. Terwijl dat Toad nog steeds terug bezig is met terugstrabbelen om niet te veel punten te verliezen. Mario finisht als eerste. En Roselientje die zit vast. Roselina die finisht als tweede en Rosientje kreeg het ook nog voor elkaar om de derde plaats te eindigen. Maar Toad heeft zich niet uit het veld laten slaan. Oh, wordt ook nog op het laatste moment ingehaald en eindigt op de zesde plaats. Oh, dat doet pijn met de punten. Onze nieuwe stand is als volgt: op de eerste plaats Wario. Tweede plaats gaat naar Rosientje, die is net gestegen. En natuurlijk hebben we dan ook nog Roselina op de derde plaats en die komt steeds dichterbij, want het scheelt maar één puntje. En Toad staat achter met vier punten. Kan die nog hoger komen? We zullen het zien. Yay! Bowser is teruggegaan. Hij mag deze kampioenschap dan niet gewonnen hebben. Maar daarvoor gaat hij het de andere deelnemers gewoon vrolijk moeilijk maken in zijn eigen kasteel. Bowser's Castle is de volgende steeds waar we naartoe gaan. Mario die neemt de snelle aanvoer en daar gaan ze. Ze zijn los en ze strijden voor de eerste plaats van Mario Yoshi 2014! Mario heeft het weer voor elkaar gekregen de eerste plaats vast te houden. Het is spannend. Rosientje die staat natuurlijk op de tweede plaats. Toosje staat op de derde plaats. En Roselina die heeft het moeilijk, die staat op de zesde plaats. Dan kun je dan zeggen dat hij midden in de battlefield zit. En dat is de moeilijkste plek in deze race. Want we hebben natuurlijk ook nog computerspelers die ook nog wel het eventjes wat moeilijker willen maken. Mario glijdt rustig over de lava heen, terwijl dat Roselina, natuurlijk volgt en er dicht achterna zit. Toad die volgt daar achteraan, die is een plan aan het voorbereiden. En Roselina wordt geraakt door een boomerang, die zit nog steeds gevaarlijk in de battlezone. Alles is nog mogelijk, we hebben nog steeds geen winnaar, we hebben nog steeds geen race te doen. Dus wat zal eruit komen? Toad gebruikt natuurlijk weer zoals altijd zijn favoriete item, de paddenstoelen. Rosientje die had het heel eventjes moeilijk met sommige items, maar die is weer terug in de race op volle snelheid. Roselina, die vuurbijlen die doen pijn, die moet je niet raken. Roselina die zet gewoon grof geschut in en die denkt bij zijn eigen. Prima, jullie willen een battlezone. Nou, hier heb je bullet bill. Oh, Blue Shell. Blue Shell die is los, Mario die zit in de Pinari. Roselina laat dit niet op zich zitten. Die is ondertussen teruggekrabbeld naar de vierde plaats. We hebben Wario op 1, Toad op 2, Rosientje op 3 en Roselina op 4. En Roselina die komt ontiegelijk dicht bij Rosientje. We hebben de laatste lap. Wordt dit nog omgedraaid? Laatste lap. Ze race zich heen en
Jantje en Roseline op de derde plaats. Op de eerste plaats staat Mario, tweede plaats staat Toot. Wordt dit nog omgedraaid? Wat gaat hier gebeuren? Dames en heren, jongens en meisjes, als het regent, dan is het jou en heer. Dan zouden we nou eigenlijk best wel wat voor het gebruiken. Maar ik denk niet, na regen komt zonneschijn. En 9 van de 10 is er dan ook een hele mooie regenboog te zien. Maar bij Mario Kart wil je alles zien boven de regenboog. De regenboog is namelijk de zwaarste stage. En daar moeten ze nou doorheen. Dus hier komt Rainbow Road van Mario Kart. Die staat op de zesde plaats en die laat zich niet kisten en die gaat natuurlijk verder naar voren toe. En die raakt in één keer zomaar een CPU in de lucht. Oh, dat zal pijn hebben gedaan. Maar ja, we geven niks aan CPU, dus dat maakt het uit. Dan hebben we natuurlijk Rosientje en die gaat naar de tweede plaats en die haalt in één keer zomaar Roseline in de lucht. En dat is zo nek aan nek, het is zo close. Roseline die staat op de tweede plaats en die komt steeds dichter bij Wario. Terwijl het dood op de vijfde plaats zit. Alles op alles moeten zetten. Wil je Mario verslaan? Zet alles op alles. Wil je nog op de top 2, top 3? Zet alles op alles. Dit is de laatste race. Er is geen trucje mogelijk. Elke paal doet je 10 keer zo pijn. De top 4 van de final 32 die we hebben gehad, staan hier nek aan nek te racen. Op dit moment hebben we Mario op de eerste plaats. Toos staat op de vijfde plaats. En op dat moment hebben we Rosientje op de derde plaats. En hebben we Rosientje op de tweede plaats. Goed bewapend. Is dit het einde van Mario? We zullen het zien. Als we alles Mario vasthouden. Tweede worden, ja. Tweede. Geen ziek, niks aan. Ik ga weer heel eventjes een stapje naar achteren. De spanning kan ik zelf niet meer aan. Er is de finishlijn, daar komt Mario. En Mario finish eerste! Roselina die volgt natuurlijk als tweede, daar is de finishlijn. En daar heb je bliksem, maar dat heeft geen effect meer. Want Roselina is tweede, Rosientje is derde. En Toot die is nog aan het racen. En dit kan nog, nee, het wordt nog vijfde plaats. De laatste schijn is hier hopelijk de volgende keer gegaan. Ik neem het heel even. Wat is dat, Mario? Ga even de mic geven. Hallo, Moshi Moshi! Hallo! Oké, dit is Ik ga de audiocommentaar in het Nederlands eventjes doen. We hebben net 32 kandidaten hier bij Moshi Moshi. Die hebben zich geregistreerd voor Mario Kart 8. En we hebben de 4 beste races van Moshi Moshi 2014 weten te vinden. Dus als eerste... Technisch mankement. Is Luigi, ja. We hebben Lloyd, die is vierde geworden van 32 deelnemers van Mario Kart 8. En wij hebben natuurlijk voor Lloyd een hele mooie prijs. Yes, give it up for Lloyd. Woo. Hij is breed, je ziet het. Give it up. Yes. Lloyd die heeft echt heel erg hard gereisd om dus zeg maar dit te winnen. Daar heb je hem! Het Mario Kart 8 t-shirt. En natuurlijk een hele mooie band er ook nog een keer bij. Om handtekeningen te verzamelen. Handtekeningen, goede handtekeningen. Dan hebben we natuurlijk onze derde plaats en dat gaat natuurlijk naar onze Rens.
Rens die heeft gestreden, die heeft heel erg, heel sneaky gespeeld, maar die is toch elke keer door de scherpe bocht heen gekomen. En die heeft het voor elkaar gekregen om de derde plaats te worden van 32 kandidaten. Rens, gefeliciteerd! Rens, heel erg veel plezier met het t-shirt en dan gaan we gelijk even door naar onze tweede team. Nou, natuurlijk hebben we natuurlijk wel een derde plaats, maar we hebben natuurlijk wel nog de tweede en de eerste plaats. Kjelten daarentegen, die dacht dat hij derde zou worden, maar op het laatste moment krijgt hij die ster en hij gebruikte de shortcut. Hier is Kjelt, tweede plaats! Kjelt, gefeliciteerd, je hebt hard geraced. Je hebt echt heel goed gedaan. Gefeliciteerd namens Gabe en hopelijk ook namens Mosje Mosje zo te horen. Denk ik wel. Dus heel erg gefeliciteerd! Nou, natuurlijk, racen is moeilijk. Ik weet niet, zijn er hier mensen die Mario Kart 8 spelen? Ik zie daar een vinger. Zijn er meer? Mario Kart 8? Ik. Ja, ik zie er achter een paar. Nou, dan weten jullie hoe moeilijk sommige stages zijn. De laatste stage was echt niet makkelijk. En Jeroen, die heeft niks anders gedaan dan lopen te racen, racen, racen. Die heeft elke item slim gebruikt. Elke shortje heeft hij gebruikt. Hier is Jeroen, onze nummer 1 van Moshi Moshi. 2004, racekampioen Mario Kart 8. The big winner. Big winner. Heb jij nog iets gezegd? Dat was erg leuk. Yes. Dat was erg leuk. Raad je mensen aan, Mario Kart 8. Jazeker. Dankjewel. Nogmaals mensen, de winnaar van Mario Kart 8. Give it up for this man. Yes. Woo! Natuurlijk wil ik ook hier de mensen bedanken op het podium tot wij hier heel eventjes de finale mochten presenteren. En dankjewel voor jullie tijd. Yes. It's a win, Mario and Luigi.